Yo mensen en tof dat kijken naar deze goed nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag ga ik, zoals je ziet, mijn laatste twee challenges van mijn Rebuild the Block quest doen. Ik hoef nu maar 10 kills van mensen killen. En ik hoef nu maar, even kijken, 14... Nee, dat klopt niet. 24 stormfases te overleven. Dus ik kan nog 24 stormfases te overleven. En 10 kills. Dat gaan we in deze video doen. Ik hoop dat jullie ervan... Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Dus, let's go. Ik zit nu in mijn ladescherm. Oftewel, ik zit nu in mijn loading screen. Dat is ladescherm. En we zijn ingeladen. Ik hoop dat ik deze 10 kills in één potje kan halen. Want we spelen Team Rumble. Deze challenge zijn het makkelijkst te halen in Team Rumble. Omdat Team Rumble kun je gewoon zoveel mogelijk kills halen. Dat is gewoon het handigst om deze challenges te doen in Team Rumble. We gaan gelijk in de cirkel landen. Want daar hebben we de meeste kans op gelijk mensen tegen te komen voor die twee challenges. Je ziet dat het steeds challenges zijn. Dat houdt in steeds 1, 2, 3, 4 en 5. Bij de kills was steeds 1, 5 kills van 0 naar 5. Bij de tweede was 15 kills van 0 naar 15. Bij de derde was het 25 kills van 0 naar 25. Bij de vierde was het 50 kills van 0 naar 50. En zoals je ziet is bij deze 5... Bij deze steeds 5, 80 kills van 0 naar 80. Je moet wel elke keer op 0 beginnen. Het aantal dat je bij de vorige stage hebt gehaald blijft niet staan. Dus je moet wel elke keer bij 0 beginnen. Bij de stormfases is het dus van 0 naar 5. 0 naar 15. 0 naar... Moet ik het even goed zeggen? 0 naar... Nee, 0 naar 5. 0 naar 10, 0 naar 25 en 0 naar 50 dacht ik, want je hebt 0 naar 5 is 1, 0 naar 15 is 2. Ja, je hebt 0 naar 5 is 1, 0 naar 10 is 2, uit mijn hoofd denk ik hè. 0 naar 5 is 1, 0 naar 10 is 2, 0 naar 15 is 3, 0 naar 25 is 4 en 0 naar 50 is 5. Dus 0 naar 5, 1. 0 naar 5. 0 naar 5, 1. 0 naar 10, 2. 0 naar 15, 3. 0 naar 25, 4. En 0 naar 50 is dus steeds 5. Ik ga het nog één keer halen voor jullie. Bij de kills is het 0 naar 5 steeds 1. 0 naar 15 steeds 2. 0 naar 25 steeds 3. 0 naar 50 steeds 4. En 0 naar 80 steeds 5. Steeds de fase van de challenge waar je in zit. 1, 2, 3, 4, 5. En bij de stormfase is 0 naar 5, 1, 0 naar 10, 2. 0 naar 15, 3. 0 naar 25, 4. En 0 naar 50, steeds 5. Dus dat inderdaad. Heb ik dat ook aan jullie uitgelegd dat bij de kills 0 naar 5 steeds 1 is. 0 naar 15 steeds 2. 0 naar 25 steeds 3. 0 naar 50 steeds 4. En 0 naar 80 steeds 5. En bij de stormfases is het dus 0 naar 5 steeds 1. 0 naar 10 steeds 2. 0 naar 15 steeds 3. En 0 naar 25 steeds 4. En 0 naar 50 steeds 5. Heb ik dat ook een aantal keren goed aan jullie uitgelegd, zodat jullie dat ook weten. Voor nu ga ik naar de volgende cirkel lopen, zoals je ziet, voor de 10 kills die ik nog moet. Oftewel voor de 10 mensen elimineren, oftewel de 10 mensen killen heet het eigenlijk. Omdat ik er nog 10 moet. Vorig potje, dat heb ik niet opgenomen, maar het potje hiervoor was ik van 65 kills. Dat klopt niet, was ik van 55 kills naar... 70 gegaan,
vorige potje hiervoor. Dat is dubbel op, sorry. Het potje hiervoor had ik dus 15 kills. Lekker, hier is nummer 1. Vorige potje had ik dus 15 kills. Dan was ik van 55 naar 70 gegaan. En van 55 naar 70 is 10. Dat klopt niet. Van 55 naar 65 is 10. En van 55 naar 70 is 15. En nu heb ik al 1 kill in dit potje. En ik hoop er nog 9 bij te krijgen. Maar we gaan het vanzelf wel zien. Want ik hoop natuurlijk in dit potje 10 kills te halen. Zodat ik de challenge natuurlijk in één keer af heb. Daar gaan we natuurlijk voor. Challenge is doelstelling in het Nederlands. Challenge in het Engels is doelstelling in het Nederlands, dames en heren. Maar we gaan hierdoor naar nog meer mensen proberen te zoeken voor mijn doelstelling. We gaan hier sprinten en we springen even over het muurtje heen, want hier links van mij staat ineens iemand heel snel bouwen, want anders ga ik dood. En ik wil niet doodgaan, ja, weet je. Doodgaan is niet erg, zoals je nu ziet. Wou ik zeggen, doodgaan zoals je nu ziet is niet erg. Sorry, ik kwam even neer, sorry daarvoor. Maar doodgaan zoals je nu ziet is niet erg, want je respawnt gewoon weer. Oftewel, respawn betekent gewoon weer dat je opnieuw het potje inkomt. Want respawn in het Nederlands betekent opnieuw. Respawn in het Engels betekent in het Nederlands opnieuw het potje inkomen, zoals je nu ziet. En dan kunnen we gewoon weer verder met de 9 kills gaan proberen te halen die ik nog moet voor de doelstelling die ik heb. En die vlinder die je links in beeld zag, ik dacht dat dat een tegenstander was, daarom stopte ik hier. Maar die vlinder is helaas geen tegenstander, maar een vlinder. Dus ik moet weer door op zoek naar meer tegenstanders. Dat is wat ik ga doen. En ja, hier gaat het bouwen niet heel goed. Dat is minder. En mochten jullie afvragen waarom ik meer naar mijn gamescherm kijk en niet zo naar de facecam, oftewel facecam in Nederlands betekent gezichtscamera. Ik kijk meer naar het gamescherm omdat ik ook echt live aan het spelen ben nu. Dus ik moet ook focussen. Daarom kijk ik niet zoveel naar mijn facecam, oftewel facecam in het Nederlands betekent gezichtscamera. Daarom ben ik wat meer aan het focussen op mijn gamescherm. Omdat ik ook echt live aan het spelen ben. En ik ga hier helaas weer dood. Ik moet me even goed focussen. Om die 9 kills nog te halen. Dus ik moet even iets minder nog naar mijn facecam, oftewel facecam in Nederlands betekent gezichtscamera kijken. Omdat ik, ja inderdaad, facecam in Nederlands betekent gezichtscamera. Ik moet daar iets minder naar kijken. Omdat ik natuurlijk de 10 kills wil halen. En 80 maar 10 kills in het potje. 80 kills maar 10 kills in het potje. Ik zit hier gelukkig op de nummer 2 en de 72 skill. Want ik heb hier gelukkig iemand gekilled. Dan gaan we even met de Mad Mist, oftewel de spray die je net zag. Mezelf healen. Mezelf healen betekent HP voor jezelf erbij krijgen. In dit spel dan. Zoals je net zag. Ik ga hier helaas weer dood. We hadden wel bijna 2 keer dezelfde persoon. Want die persoon kwam nog een keer op ons af. Omdat hij waarschijnlijk niet kon hebben dat ik hem net gekild had. Maar helaas ga ik dood door die persoon. En helaas heb ik die persoon niet. Maar de teammate van mij die je net achter zag. Die had hem wel. De random teammate van mij. Want Team Brummel is eigenlijk gewoon met de random teammates. En hier killen we een persoon die stilstaat. Hebben we de 73ste kill gepakt. En de 3e kill in dit potje. Ga door, want we moeten er nog 7. We moeten er nog 7. Daar gaan we gewoon voor. We gaan gewoon voor 7 kills nog. Hier even mezelf healen, oftewel mezelf HP erbij geven. En toen stond die persoon ineens voor mijn neus. Dus had ik het helaas niet gered. Wel bijna 100 AP gehield, oftewel 100 AP erbij gekregen. Maar toen stond die persoon ineens voor mijn neus en toen switchte ik te laat naar mijn wapen. Oftewel, toen ging ik te laat naar mijn wapen. En hier binnen is iemand. En hij wil wegrennen, maar we hebben gelukkig net voordat hij wegrent. Dus kill nummer 4.
en kill nummer 74 en kill nummer 4 in het potje. Nog 6 kills te gaan. En hopelijk gaan we die 6 kills ook halen. En ik ga hier helaas weer dood. Maar dat maakt niet uit. We respawnen, oftewel komen we gewoon weer opnieuw het potje in. En dan kunnen we nog steeds gaan voor die 6 kills. We landen hier, want hier zijn heel veel mensen. Of ja, deze twee mensen horen bij mij. Maar hier komen heel veel mensen. En ik ga hier helaas dood weer. We hebben nog steeds 74 kills en 4 kills in het potje. Moeten er nog steeds 6. Ik hoop dat we het gaan halen, maar dan gaan we zo zien. Achter mij zijn mensen, daar gaan we nu heen. Even kijken, ik word hier gekillstield, oftewel deze persoon pakt de kill van me af. Killstealen betekent kill afpakken en deze persoon pakt de kill in het potje van me af. Helaas. En ik word hier weer doodgemaakt. Ik ga hier weer dood. Ik moet nog steeds 74... Nee, ik moet niet 74 kills. Ik heb 74 kills en 4 kills in het potje. Ik bedoel dat ik nog 6 kills moet. Dat bedoel ik te zeggen, maar ik kwam heel veel niet aan mijn woorden. Sorry daarvoor. Maar we gaan door. We zien hier mensen die ik wil killen voor de challenge. En daar gaan we gewoon voor. Dus 75 en 50 kill in het potje. En daarna ga ik helaas weer dood. Op het moment dat ik mijn 75 kill en het 5e kill. Op het moment dat ik mijn 75 kill en het 50 kill in het potje haal, ga ik helaas weer dood. Sorry daarvoor. Ik kwam even niet aan mijn woorden. Sorry daarvoor, mensen. Dus kill nummer 76. En ik kwam even niet aan mijn woorden. Sorry daarvoor, mensen. Kill nummer 6 in het potje en kill nummer 76 is binnen. Gaan we door, want hier zijn nog meer mensen. Hier in het water is iemand. Kijk, kill nummer 7 in het potje en kill nummer 77, kill nummer 7 in het potje is binnen. Lekker. Ik word hier weer gekillstealed, dus mijn kill wordt hier afgepakt helaas. Dat betekent kill stealen betekent kill afpakken en mijn kill wordt helaas afgepakt. Oké, dit is kill nummer 78 en kill nummer 8 in het potje. Nu gaan we lekker, nu gaan we hard. Dus kill nummer 79 en kill nummer 9 in het potje, nog 1 te gaan. En ik word hier helaas gekild. Je ziet ook dat er langzaamaan wat stormcirkels bij komen. We zaten op 26, nu zitten we op 28. Maar daar gaan we zo meteen mee verder. We gaan eerst focussen op de kills. Want we moeten er nog één. En volgens mij, hopelijk wordt dit de laatste. Ja hoor, dat wordt de laatste. We hebben de 80 kills gehaald. En de 10 kills in het potje. Dat is super lekker. Zoals je ziet, heb ik heel even geëdit, want ik zit nu in een nieuw potje. Omdat ik nu doorga voor de stormcirkels, want we moeten er nog één. Want ik heb net even buiten de opname doorgespeeld van 28 naar 49. Inderdaad, 28 naar 49. Nu moeten er nog één. En die ene gaan we proberen te halen in dit potje. Zoals je nu ziet. Heb ik doorgespeeld van 28 naar 49 buiten de opname. En nu spelen we weer een potje. En we gaan van 28 naar 49 hebben we dus gespeeld. Nu gaan we van 49 naar 50 proberen te spelen in het potje. We gaan ergens landen. Ik weet nog niet waar. Het doel is gewoon ergens. Die gele marker of de gele waypoint of het gele wegpunt is van een random teammate van mij die een link ziet, links de onderste. Daar is dat gele wegpunt van. Ik heb geen wegpunt geplaatst. Ik land hier gewoon in het water. En ik ga gewoon een beetje rondzwemmen, denk ik. En hopen dat over 2 minuten en 5 seconden. 2 minuten en nu 5 seconden. Is de storm kleiner. En over 2 minuten en 5 seconden is de cirkel ook weer rond. En dan hebben we de laatste stormcirkel binnen. Morgen heb ik ook een superleuke video voor jullie. Ga ik niks over verklappen. Over wat ik in die video ga doen. Dat zien jullie in de video van morgen. Wordt wel weer echt superleuk. Maar dat gaan jullie morgen allemaal zien. Ik wil jullie wel vast bedanken voor het kijken naar deze video. De blauw mogelijk om neer te zijn bij dit jaar. Als je geabonneerd bent. En dan ja, heb ik eigenlijk nog maar één te zeggen. En dat is zometeen. Jullie weten wel allemaal wat het is zometeen.
Maar dat doen we zo meteen. Dan doen we pas over 1 minuut en 20 seconden. Over nu 1 minuut en 20 seconden. Wanneer we de challenge gehaald hebben. En we gaan even tegen de stroming inzwemmen. Dat is niet heel handig. Maar mochten we zo meteen doodgaan. Dan halen we hem nog. Ja, sorry, ik kom even niet aan mijn woorden. Sorry daarvoor. Maar mochten we zo meteen doodgaan. Dan halen we hem nog steeds. Omdat dit Team Rumble is. En in Team Rumble respawn je. En respawnen betekent opnieuw het potje joinen als je doodgaat. En joinen betekent opnieuw het potje inkomen. Net zoals respawnen. Dat betekent ook opnieuw het potje inkomen. Allebei twee verschillende woorden. Maar die woorden hebben dezelfde betekenis. En ja. Dat dus. Ik zit nu in de storm. Maar mocht ik doodgaan maakt het helemaal niet uit. Zoals ik het ook al heb uitgelegd. We gaan gewoon lekker tegen de stroming inzwemmen van het water. En de tijd uitzitten. De 20 seconden uitzwemmen in dit geval. Omdat we het dan gehaald hebben daarna. Nu gaan we lekker langs het water rennen. Maar ja, zoals ik net ook zei, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Daarom ga ik me eens bellen aan als je geabonneerd bent. Inderdaad, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Zeg ik nou voor de derde keer. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Blijf gelijk. Meneer Spelletje aan. Als je geabonneerd bent. Zoals je ziet hebben we hier de challenge gehaald. En dan zie ik jullie morgen gewoon terug bij een gloednieuwe video. Dames en heren. Heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is. De groeten.